Laatst stuurde ik een aantal trouwe volgers van mijn blog Verdienen met Video een mail waarin ik ze vroeg welke vragen ze hebben over het maken van iPhone-video's. En daar is heel erg enthousiast op gereageerd. Waarvoor veel dank, lezers, als je gereageerd hebt. En uit de enorme bak met vragen heb ik er een aantal geselecteerd. Vragen waarvan ik denk, die vragen zou jij misschien ook wel kunnen hebben. En daarom geef ik hier in deel 1 graag antwoord op een aantal vragen. Ik zou wel van je willen weten hoe jij weet dat dit een goede marketingmethode is. Ik kan me namelijk best wel voorstellen dat het voor jou werkt. Jij bent immers expert en kan je volledig richten op dit medium. Ja, dat hoor ik echt veel vaker, dat ondernemers zeggen, video werkt vast niet in mijn tak van sport. Maar wij mensen doen zaken met mensen en niet met logo's, websites of dia's. Ja, kopen we niet het liefst bij iemand die we kennen, vertrouwen en leuk vinden. Als je video in gaat zetten voor jouw bedrijf, leren mensen je sneller kennen. Ze gaan je zien, herkennen en onthouden. En met video's geef je je bedrijf echt een gezicht. Je doelgroep krijgt een goed beeld van wat je precies doet. En deel je een stukje van je waardevolle kennis, leer je je klant iets, dan raakt je klant sneller overtuigd van jouw toegevoegde waarde en beseffen ze zich dat ze jouw aanbod nodig hebben om hun probleem op te lossen. Dus mijn stelling is, in welke niche je ook actief bent, of je nu organisatieadviseur, coach, tekstschrijver of gewichtsconsulent bent, ook jij bent in staat om online video's succesvol in te zetten. En het maakt ook niet uit of je een startende ondernemer bent of dat je al een tijdje bezig bent. Als je video onderdeel maakt van je marketingstrategie, dan ga je in minder tijd betere resultaten bereiken met je marketing.